staan op de Huawei stand. We staan bij de MediaPad X1 7.0. Een 7 inch, geen tablet, maar een phablet, omdat je er ook mee kan bellen. Hele dunne bezel. Ik zal hem even omdraaien. Je kan ook zien dat de zijkant ontzettend dun is. Een mooie metalen achterkant. Een 13 megapixel camera erin. Een 5 megapixel camera aan de voorkant. Hij draait op Android 4.2, dat is wel redelijk verrassend, want je zou van zo'n apparaat wel verwachten dat hij een hogere versienummer zou hebben. Er zit een 5000 mAh batterij in die ook gebruikt kan worden om andere apparaten op te laden vanwege de reverse charging. Nou, de eigen user interface van Huawei zit erop, de 2.0 versie. Nou, dat is een stuk opgeknapt, maar werkt nog steeds zeg maar, zoals iOS, met allemaal homescreens naast elkaar en geen app tray. Deze Huawei MediaPad zal in het tweede kwartaal in de winkels liggen voor €399. De tweede tablet die Huawei tijdens deze Mobile World Congress gebracht heeft, is een MediaPad M1 8.0 8 inch tablet die meer voor de mediaconsumptie gebruikt zal worden. Een tablet van €299 die we meer in het gezin op de bank gebruikt zien worden, misschien achter in de auto. Ook hier weer Android 4.2. De camera specificaties staan er niet bij, maar we vermoeden dat het een 8 megapixel is met een 2 megapixel aan de voorkant. Nou, de scherpe kijkers die hebben al gezien dat het een beetje een HTC One sausje heeft met de twee speakers aan de voorkant. Het geeft het apparaat wel een hele classy uitstraling. Dit is alweer een typische Chinese roze versie. De achterkant is plastic en niet het metaal van de X1. Nou, deze tablet zal ook in het tweede kwartaal uitkomen en zoals ik al zei voor het bedrag van €299. We hadden eigenlijk tijdens de MWC persconferentie Huawei een nieuwe vlaggenschip verwacht, maar die kwam niet. De P6 is gedegradeerd, klinkt iets negatief naar de G6. We zien het in deze G6 het P6 design terugkomen. Het scherm is iets kleiner geworden met 4,5 inch in plaats van de 4,7 van de P6. We zien wel dezelfde designvormen terugkomen. Metaal aan de zijkant, de ronde hoek. Dit toestel zal echt in het laag middensegment gepositioneerd worden in Nederland. En wij vermoeden rond €200. Ook Huawei gaat in de smartware. We hebben hier in onze hand de Talkband B1. Een armband van plastic, rubberen materiaal. Met een display erop waar je straks de notificaties van je telefoon kunt gaan zien. En het bijzondere hiervan is dat je het beeldscherm eruit kan halen. Dit moet een oortje voorstellen, maar het oortje is er afgebroken. Maar als je telefoon gaat, dan voel je hem ook aan je pols. Je trekt hem weer uit en je stopt hem in je oor. Je kunt bellen, als je klaar bent bellen, klik je hem terug en ben je klaar. Hele mooie oplossing. Deze Talkband die zal €99 gaan kosten, ook in verschillende kleuren komen. En dat is echt ideaal om te gebruiken bij bijvoorbeeld de X1. Die kan je ook met bellen en hoef je geen andere smartphone mee te nemen. En deze armband met geïntegreerde oortje gebruiken om te bellen. Nou, wat Huawei heel goed doet, is dit niet alleen beschikbaar maken voor de Huawei toestellen of niet alleen voor Android. Maar het is zowel voor Android als iOS beschikbaar en zal €99 gaan kosten.